Vrijdag. En op Goede Vrijdag staan we stil bij de weg die Jezus ging toen hij het kruis opnam. Dat doen we vaak om 3:00 middags samen in de kerk. Dan lopen we langs alle staties en dan gaan we zo met Jezus mee op weg. Vandaag kunnen we dat niet samen doen in de kerk. Maar we willen zoeken naar andere manieren om verbonden te zijn. En daarom hebben we mensen gevraagd vanuit onze hele parochie Johannes 23e en Sweet Bertus parochie, om voor ons thuis een statie op te nemen. En die staties die hebben we allemaal achter elkaar geplakt, zodat we nu een quarantaine kruisweg hebben. Zo zijn we verbonden met elkaar. Zo dragen we elkaar. En zo gaan we mee met Jezus op zijn weg. En dat doen we in de hoop en in het vertrouwen dat God vandaag en alle dagen met ons is. Ik hoop dat we elkaar mogen inspireren op deze weg. De eerste statie. Jezus wordt veroordeeld. Jezus staat voor Pilatus, de Romeinse stadshouder. Hier is uw koning, zegt Pilatus, tegen de menigte die zich heeft verzameld. Maar zij schreeuwen, weg met hem, aan het kruis met hem. Moet ik uw koning dan laten kruisigen? Vraagt Pilatus. De enige koning die we hebben is de keizer, antwoorden de hoogpriesters. Pilatus zegt tegen hen, wat voor kwaad heeft hij eigenlijk dan gedaan? Maar ze schreeuwen nog harder, kruisig hem. Dan levert hij Jezus aan hen uit om gekruisigd te worden. Ook nu nog veroordelen mensen en kinderen elkaar. Veroordelen is de balk in je eigen oog niet opmerken, terwijl je wel de splinter ziet in het oog van de ander. God, help ons elkaar niet te veroordelen. Help ons er voor elkaar te zijn. Jezus neemt zijn kruis op. Jezus wordt beladen met een kruis. Het is zwaar van de boosheid van de mensen. En de weg is nog ver tot aan de heuvel van Golgotha. Jezus neemt zijn kruis op. Ook mensen dragen vaak een kruis. Een kruis van verdriet om verlies, ziekte en ruzie. Een kruis van angst en bezorgdheid, zeker in deze tijd. Er lijkt geen andere weg dan het kruis op te pakken en te dragen. We moeten ermee leren omgaan, hoe moeilijk het ook is. Jezus, er is veel angst en verdriet bij de mensen, vooral in deze onzekere tijd. U heeft moedig uw kruis gedragen. Help ons om ook moedig en dapper te zijn en deze periode samen door te komen. De derde statie. Jezus valt voor de eerste keer. Jezus kan niet meer. De vermoeidheid, het gewicht van het kruis, het geroep van de soldaten en van de menigte. Het wordt hem te zwaar. Jezus valt, maar hij staat weer op en gaat verder. Ook mensen kunnen ten val raken. Jezus, als wij ten val raken, is het vaak moeilijk om weer op te staan. Maak ons sterk om altijd op te staan en opnieuw te beginnen. Daar staat Maria. Jezus is heel blij haar te zien. Wanneer je verdriet hebt en pijn hebt, wil je immers dicht bij je moeder zijn.
En Maria, die is verdrietig. Maar ze wil sterk zijn voor Jezus. Ze voelt zijn pijn en Jezus ziet dat. Dat meevoelen geeft kracht om verder te gaan. Maria zorgt voor Jezus en is er steeds als hij haar nodig heeft. Vaak staan moeders en vaders altijd klaar voor hun kinderen. Ze zorgen ervoor dat het hen aan niets ontbreekt. Kinderen zijn vaak een lichtpuntje voor hun ouders. Maria, moeder van Jezus, leer ons hoe we kunnen horen, kunnen zien wat onze naasten nodig hebben. Leer ons goede moeders, vaders, goede vrienden te zijn voor elkaar. De vijfde statie. Jezus ontmoet Simon van Cyrene. Terwijl zij Jezus wegvoeren, houden zij een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, die van het veld komt. Simon moet Jezus kruis helpen dragen. Simon en Jezus bevinden zich samen onder het grote kruis. Simon, een man met ruwe handen. Hij gebruikt zijn handen om Jezus te helpen. De soldaten willen hun handen niet vuil maken. Wat een geluk, Jezus, dat we handen hebben om te helpen, te geven, mooie dingen te maken. We zijn dankbaar voor de uitgestoken handen van zoveel mensen in deze moeilijke tijd. Statie nummer 6. Jezus ontmoet Veronica. Veronica droogt het gezicht van Jezus. Zij doet dit heel spontaan. Ze wil hem helpen door hem te troosten, door zijn tranen en zijn zweet weg te vegen. Als Veronica zijn, is bezorgd zijn om anderen. Dankbaar zijn om het goede in het leven. Zomaar iets doen voor de anderen. Jezus, help ons om te zijn als Veronica. Statie 7. Jezus valt voor de tweede maal. Jezus kan niet meer. Vroeger was hij zo sterk. Nu is hij helemaal uitgeput. Simon helpt zo goed hij kan. Toch valt Jezus opnieuw op de grond. Mensen staan langs de weg te kijken. En toch staat hij weer op. Hij weet immers dat God, zijn Vader, hem draagt. Dat maakt hem weer sterk. Jezus, we lachen soms hard als er iemand onderuit gaat. In deze wereld loert het negatieve op elke hoek van de straat. En toch zijn er mensen die een beetje van uw goedheid bij de anderen brengen. Er zijn kinderen die voor een kind in de bres springen, wanneer het wordt uitgelachen. Er zijn volwassenen die opkomen tegen discriminatie. Jezus, geef ons een groot vertrouwen in al de kleine en mooie dingen die overal gebeuren en die een teken zijn dat uw rijk dichterbij komt. Over een man door verdriet, strompelend onder het zware kruis, neemt Jezus nog de tijd en de kracht om zich om te keren en de huilende vrouwen rond hem toe te spreken. Zijn woord lijkt hard. Huilt eerder om jezelf, zegt hij. Is het dan niet normaal verdriet te hebben om het lijden van Jezus? Maar Jezus wil niet dat de tranen het laatste woord krijgen. Lijden en de dood zijn niet het einde van zijn verhaal. We zien zoveel mensen die lijden. We voelen ons daardoor soms ontmoedigd. Wat te doen
tegen al die pijn. Maar Jezus draait zich ook naar ons om en zegt: huil niet, leef en maak de wereld tot Gods rijk op aarde. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal. Jezus valt opnieuw. Hij is aan het einde van zijn krachten. Toch vindt hij weer de moed terug om door te gaan. Het is moeilijk om vol te houden en niet op te geven. Als iets een eerste keer niet lukt, is het zwaar om toch door te zetten. Jezus helpt ons niet te vlug op te geven, maar vol te houden. Te blijven geloven in het goede. De tiende statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. De soldaten nemen Jezus zijn kleren af en delen ze in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Ze nemen ook de lijfrok, die echter zonder naad is, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeggen ze tot elkaar: laten we die niet scheuren, maar er hem loten wie hem krijgt. Er zijn mensen in ontwikkelingslanden die heel hard moeten werken en bijna niets verdienen. Er zijn daklozen in ons eigen land die moeten leven van wat ze op straat vinden. Jezus, help met ons werken aan een rechtvaardige wereld. Help ons te geven in plaats van te nemen. De elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Ze komen aan op de plaats die schedelplaats wordt genoemd. Daar wordt Jezus aan het kruis genageld. Jezus bidt: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Af en toe is het alsof wij ook worden vastgenageld. In pijn, in angst, in eenzaamheid. Jezus, zeg ons hoe we de nagels kunnen uitdrukken die ons zo'n pijn doen. Help ons te dragen wat we niet kunnen veranderen. Het zesde uur valt er een duisternis neer over het hele land. Omstreeks het negende uur roept Jezus met luider stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u gij mij verlaten? Nog eenmaal roept Jezus met luide stem: en geef de geest, Jezus sterft, het is donker. Als er iemand sterft, wordt het donker om je heen. Het is moeilijk om nog ergens anders aan te denken dan aan die ene persoon. Er is alleen plek voor heel veel verdriet. Later zal het licht weer langzaam gaan schijnen en kun je weer terugdenken
aan de fijne momenten die je samen hebt gehad. Jezus, toen u stierf, was het alsof de zon voorgoed ophield met schijnen. Jezus, reik ons uw hart in het verdriet dat wij hebben om zo veel mensen die wij hebben moeten missen. De 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Jezus is gestorven. Men neemt zijn lichaam van het kruis. Maria staat nog steeds onder het kruis. Zij neemt hem in haar armen. De tijd van het eenvoudige geluk, toen ze het kind voor het eerst in haar armen nam en Jozef glimlachend toekeek, lijkt veraf. Het was de Bethlehem, 33 jaar geleden. Lieve Jezus, wilt u alle mensen troosten die veel verdriet hebben om de dood van iemand van wie ze veel houden? Laten wij blijven bidden voor onze overledenen en hen insluiten in onze harten. De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. De Sabbat gaat beginnen. De lichamen van de gekruisigden moeten worden weggenomen. Ook het lichaam van Jezus. Het moet verborgen worden, zo dat men kan gaan feesten alsof er niets is gebeurd. Het lichaam van Jezus legt men in een rotsgraf. Met een zware steen wordt dat afgesloten. Het wordt stil. Stil in ons. Jezus, we weten maar al te goed wat er gebeurd is. Help ons om het onrecht in de wereld niet te vergeten. Zorg dat we stilstaan bij de pijn van andere mensen.